Hey, ik ben Manon en in deze video ga ik je wat meer vertellen over de Slow Juicer, een accessoire voor op je KitchenAid keukenmixer. Met de Slow Juicer maak je heel gemakkelijk sap van allerlei soorten groenten en fruit. En hier kunnen zowel zachtere als hardere producten in, dus zowel een appel als een stuk gember. Bij de Slow Juicer worden 3 verschillende soorten zeven meegeleverd. De een wat fijner en de ander wat grover. En zo kun je zelf kiezen wat voor sapje je wil maken. Stel nou, je wil een mooi glad sapje maken om lekker te drinken. Dan kies je voor de fijnste zeef. Die filtert namelijk de meeste pulper uit. En als je een wat dikkere saus wil maken, bijvoorbeeld om zelf een pastasaus te maken, dan kun je kiezen voor de grove zeef. Er worden ook wat andere accessoires bijgeleverd. Een kannetje om je sap in te juicen, maar ook om hem in te bewaren. En deze mooie opvangbak voor de pulp die eruit komt. Een container waar je dingen in kunt bewaren. En ook heel handig een schoonmaakborsteltje om bij die zeef al het pulp er goed uit te krijgen voordat je ze in de vaatwasser zet. En ja, ik zei vaatwasser, want dat is heel erg fijn. Alle losse onderdelen die kun je gewoon in de vaatwasser zetten, dus dat scheelt een hoop schoonmaakwerk. Wat ook heel fijn werkt, is de brede vulopening aan de bovenkant. Er zijn 2 stampers meegeleverd, die passen ook mooi in elkaar. En zo kun je dus zelf kiezen of je wat smallere ingrediënten er doorheen doet, zoals wortels. En de grotere voor als je wat bredere ingrediënten erin doet, zoals een stuk appel. Nou, als je gaat juicen, dan zet je de opvangbak voor de pulp aan de zijkant en de kan voor het sap aan de voorkant. Je draait de knop open en je kunt aan de slag. Nou, dat was hem alweer. Heb je nog andere vragen? Stel ze dan gerust in de comments onder de video. Doei!